We hebben €200 betaald om naar een standplaats te gaan voor vrachtwagens. Oh, dat erg. Okay. Toch al voor de fan, daarom dat ik ren. Zoeken die money, we zoeken die stapels. We zoeken die money, we zoeken die stapels. Oké, goedemorgen. Hier is mijn hotel. We zijn er al een aantal dagen, meer dan een week. We gaan bijna weg. Hoe kom ik hier bij de gym? Even kijken, is dit? Oh, volgens mij is dit de ingang. Ik bedoel, nice. Ik heb de laatste tijd niet echt per se ongezond geleefd. Ik heb heel veel opgelopen qua voeding. Soms een dagje dat ik wel lekker had gegeten. Maar ja, daar tegenover stond ook weer 26.000 stappen of zo. Oké, voor mij worden we nog steeds blij gemaakt met een dode mus, want er staat members only. Oké, je weet al wanneer je een mus hebt, ja? Dus mag ik even een mus in beeld, ja? Oké, ja. Dat is een mus, ja? Vervolgens is dat een mus waar je heel blij mee kan zijn, snap je? Maar, je kan ook zeggen, maar dan, de mus kan, er kan ook iets met die mus gebeuren, ja? Er kan iets met de mus gebeuren, de mus vliegt tegen een ruit aan, een mus komt tegen een auto aan, de mus kan verkeerde landing maken, noem het maar op. Wat heb je dan? Een dode mus. Waar ben ik mee blij gemaakt? Met een dode mus. Maar, ik heb wel goed nieuws, want de man zei wel tegen mij, ondanks dat hij het niet had hoeven te doen, zei hij wel, er is wel een andere gym, de Orange Gym volgens mij, en daar kan jij gewoon een daypass nemen. Dus dat wordt de planning, wij gaan een daypass nemen. Krijg nou de tieten van Madusa in je mond. dit is gewoon super dichtbij. Dit is super dichtbij, joh. Oeh, volgens mij zijn we er. We zijn er, hoor. Oh, dat was een lekker vlogshirtje, zeg. Even die camera zo. Ik heb een heel raar gevoel. Nee, maar ja, eindelijk man. Laten we het kicken. Oh, ik ben hier echt heel blij mee. Oké, we zijn in de locker room en ik heb zojuist 5500 yen voor een dagpas gehad. Omgerekend is dat dus €38. Vind ik duur voor een dagpasje? Vind ik niet goedkoop. Ik bedoel, daar breng je een hele maand mee bij een gym. Dat is echt duur. Zo, ik besef me nu pas. Oh, maat. Dat is een toeristenprijs. Dit vragen ze niet aan lokale mensen. Maar goed, niks gaan we tegenhouden om weer even lekker de games te bieden. Oh, ik begin ergens te volgen. Ik begin er als een gymmannetje te praten. Gaat met de bel. We hebben wel een lokker erbij gekregen, dat dan weer wel. Dus de tas kan ik hier zetten. Ja, die krijg je dan wel gratis. Voor die €38. Dus hè, dat compenseert. Nou, ik ben even aan het opwarmen en het voelt zo heerlijk. Het voelt zo heerlijk. Oh. One look and they feel my hockey. They ain't tryna get cooked like Sanji. They're shook. Look, you don't wanna hold one from this elephant gun. Might tear off your skin like Brook. Mook. Everything get took when I step in the room. Everything shambles. I'm a crook. The government want me booked, but I love this pirate life. I'm crocodile hook. The government put berries on my head. Tried touch one strand on my straw hat. Gumuno, gumuno. CPO's gonna drop like dominoes. How many ships got sunk like Merigo? You ain't ever navigate the Grand Line to find the one piece and become Yonko. They know I'm affiliated with Shankar. The man's chest like Zoro Juro. The government put berries on my head. Tried touch one strand on my straw hat. Gumuno. My name is B. Yeah, bro. I'm from Japan. Japan? Yeah. And you're a bodybuilder? Yeah. Krasuke Fizzy. Nice. I have IBB Pro Card computer. Good computer. Konnichiwa. En daar zijn we weer. Oh, lekker getraind, man. Wat voel ik me weer heerlijk. Wat voel ik me vrij of zo. Ik denk dat ik gewoon overal gelukkig kan zijn als ik maar kan trainen. Kan er geen ander voor me zijn? Nou, de boy is fresh, de boy is ready. Taxi is volgens mij onderweg of is er nu al, dus ik moet snel vertrekken. Want we gaan weer even een dagje beleven in Tokio. Oh jawel. Och, ik weet niet waar we zijn. Ik wou weer dat we de hele toerist hier aan het uithangen zijn. Dus ik ben, ja, ik weet nog steeds niet echt goed wat het is. Teamlab, volgens mij is het allemaal, kom je in allemaal ruimtes terecht, dat blijkbaar tof is. Mo heeft dit geregeld, dus weet jij wat het is? Het schijnt iets met allemaal dingen te zijn, met beelden en schermen en dat soort dingen. Lekker verhaal, lekker duidelijk. Ja, goed verhaal joh. Ja. Weet je wat, zet hem woensdag in de e-mail. Geef ik volgende week woensdag. Ja, ik weet het ook niet, maat. Oh, we can go. Nou, ik ben benieuwd, Mootje. Ik ben ook wel benieuwd. Maat. Maar wat voor toeristenplekje heb je ons nou weer gebracht? Het zal vast wel wat leuk zijn, anders zijn er niet zoveel mensen. Daar heb je een punt. Nee, maar zonder grap, hè. Ik heb echt van mensen gehoord van dit is echt een ding dat je hebt moeten gedaan in Japan, zeg maar. Ja, maar zeg maar. Maar iets waar je ook emotioneel van wordt? Nee, dat denk ik niet. To walk barefoot as you experience the artworks with your entire body. Moeten we schoenen uit? Ja, man. Blote voeten, zegt hij.
Your feet will get wet in some spaces. Please take off your socks and tights in the locker area. Bro, blijkbaar. Ik ga niet met mijn blote voeten. Ik loop niet met blote voeten in gym. Vroeger met gymmen. Maar mijn schoenen uit snap ik nog wel, maar ja. Bro, ik wist dit niet. Je weet toch, het spijt me, maar we doen het voor de ervaring toch? Anders waren we weer gewoon weer door de oude straten van Tokio aan het lopen. Laten we gewoon iets leuks doen. Ja, godverdomme. Kijk, mijn sok. Had ik niet op verwacht, man. Boys! Wat is dit? Wat is dit? Hé! Dit gaat wel lekker! Dit gaat wel lekker! Ik ga even met je zijn. Ik liep net omhoog. Het rook lekker. Maar wacht, dit is nog maar het begin, hè. Dit was letterlijk onze voeten wassen. Dus we liepen ergens op. Onze voeten worden gewassen. Maar nu komt het echte ding, hè. Bro, ik zeg je eerlijk, man. Ik denk dat ik zomaar heb geklaagd voor niks. Oh. Mensen beginnen gewoon te liggen hier zo. Wat de fuck is dit? Ja, dit. Oh, dit. Yo, dit is een vela met haar. Nee, niet van. Hé, hey, boys, wat een haakje. Bro, ik viel echt. Help me. Ik kan niet opstaan, bro. Oh, wacht even. Bro, dit is lijp, man. Waar gaan we nu naartoe? Ik heb één lakkik gehad. Bro, ik ook, man. Lijp, man. Hoe groot mijn mond net was, hoe stil ik er nu van ben, man. Dat is toch gek? Dat is lijp, man. Echt, man. Dat is echt sick. Wat dit? We gaan on to the next. On to the next. Met je lichaam, maar ik word tanto rustig hiervan. Misselijk? Nee, rustig. Rustig? Ik word zo rustig hiervan. Ja, man. Jongens, ik weet niet wat het is, maar ik ben gehandeld, man. Hoe ik net zo'n grote mond had, hoe rustig ik nu ben. Het maakt me helemaal zen, helemaal rustig, man. Ik weet niet wat het is, man. Ik had dit niet verwacht. Ik denk, hij brengt ons mee naar zo'n gekke ding waar we met blote voeten allemaal gekke dingen moeten doen. Maar nu snap ik het. En zo ben ik ook wel weer op aan het toegeven, weet je. Ik zat ernaast. Chop, ik ga niet met je liegen. Mijn ballen zijn ongeveer zo nu, man. Ja? Nou, we zijn al lang weg. Waar zijn we beland, maat? Hoor dit. Wow, ben je niet te veel rond te kijken? Ik word duizelig, man. Ja, maar ik wil ook duizelig, bro. Wat ben je aan het doen? Hey bro, ik kan achtbaan en alles aan, maar iets wat nep is, dat, of weet dat? Ik word helemaal eng hier, man. Hey, waar is Nas? Ik weet het niet, ik weet dat mijn brada hier zit. Oh, dit vakka. Hey bro, het gaat niet goed, man. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel minder als water. Of ben ik weer... Ik vind het water ervaring ook leuk, inderdaad. Zo. Ik ken een soort gelijke gehokken. Oh, ja. Ik heb hem misschien wel eens een paar in mijn leven gezien. Daar gingen de planten niet heen en weer, maar... Ja. Oké, dit was een gekke experience. En we zijn nu dus onderweg naar de next thing. En ik heb er eventjes over geslapen. Eventjes over nagedacht. Eventjes kijken of ik het kon regelen. Maar ik ga waarschijnlijk mijn gekste aankoop ooit doen in Japan. En ja, we gaan het doen. Voor de mensen die al een tijdje de vlogs volgen. Die zouden nu op dit moment kunnen raden wat het is. Maar een paar vlogs geleden waren we natuurlijk in een winkelstraat. En toen kwamen we dit beeld tegen. Het beeld van Joker. En toen dacht ik al van dit wil ik hebben. Te groot voor de koffer. Best prijzig. En een heel gedoe om zeg maar te kunnen shippen. Maar ik vind The Dark Knight zo'n gruwelijke film. Ik vind de Joker zo'n gruwelijke personage. Heel het verhaal erachter. En alles erop en eraan. Dat ik dacht van ja, als ik dit nu niet ga kopen. Een once in a lifetime chance. Wat waarschijnlijk ook nog meer waard gaat worden met de tijd. Je ziet het. Ik heb al genoeg excuses aan mezelf gegeven om het te gaan kopen. Maar in ieder geval, nu is het moment. En nu is het... Oh, ik kijk in die camera. Ik zie mijn brada achter mij. Ook die camera in kijken. Gewoon zo aandachtig meeluisteren. Ja,
Ik voel het ook, die aankopen. Ja, je voelt het. Ja, love, dat is love, man. Ik kijk zo in mijn camera, ik zie jou. Ja, toch? Nee, maar ik ga het gewoon kopen. Het is een aardig prijsje. Volgens mij 1100 om precies te zijn. Maar wat ik je zeg, het is mega groot. Het gaat zo gruwelijk zijn. Ik denk dat ik een van de weinigen op de wereld ga zijn met zo'n piece. En ik heb vervoer geregeld, in ieder geval iemand, ik moet hem gaan pre-orderen en als hij dan binnen is, heb ik iemand geregeld die hem kan gaan versturen. Dus dat wordt nog wel een spannend traject, maar we moeten het gaan doen, man, we moeten het gaan doen. We staan er, hij is wel van locatie veranderd, maar toch ga ik weer twijfelen. Ik ga twijfelen, ik denk toch bij mezelf van ja, het is toch wel echt een dure aankoop. En ik heb nooit, je kan het zien als kunst denk ik toch wel, hè? Zeker. En ik heb nog nooit kunst gekocht, dus dit wordt wel mijn eerste soort van kunstpiece. Dit is mijn allereerste. Dus ik denk dat ik het gewoon ga doen, man. En ook wel met de gedachte dat ze in ieder geval zijn waarde wel gaat behouden. En waarschijnlijk nog meer gaat waar worden met de tijd. Maar stel je voor, je hebt hem nog helemaal clean over 20, 30 jaar. Maar we moeten het gewoon doen, man. We zijn in Japan, man. Niks is te gek hier. Nou, uiteindelijk zijn sommige dingen wel te gek. Er was een heel gedoe met adres doorgeven. Ik kon het niet aanschaffen. Ik moest eerst een adres doorgeven. Alles erop en eraan. Shippingkosten waar ik helemaal eng van werd. Dat zou het dubbele zijn. En weet ik wel wat allemaal. Ik verstond het ook allemaal niet. En gewoon hoofdpijn. Fuck my life. Ja, heel jammer dit. Wat een anti-climax. Potjandori zeg. We lopen nu ondertussen buiten, want we hebben een beetje haast. We gaan hier naartoe, naar de Sky Hiyabusa gebeuren. Vandaar gaan we naartoe, een beetje met haast, want we hebben ervaring met te laat komen. Dus moesten we er op tijd zijn, we gingen naartoe lopen. Reisgids Mohammed Rashid. Volg mij maar. Oh jee. We gaan naar de Shibuka Sky. Nou, daar gaan we. Ik ben benieuwd hoe de experience is. Hey, when you gonna go rooftop, please take your hat off. Oh, because the wind is blowing. Yeah. Yes. All right. Okay. So I must do my cap off. Yeah. Ah, for and the wind. Do you have neck strap, right? For the camera. Yeah. No. Oh, no. My camera also go fly away. No, but we are strong. But I'm strong, man. I'm the strong hand. We can give you. Like next trap, so please call information center. Ah, and then please ask them. Okay. Is there much time? Is the next trap free? Yeah, free. So, but dit is wel hoog, man. Dit is wel mooi. So, views from the six. En dat is prachtig, joh. Prachtig, moet je al die gebouwen zien, joh. Zo, wauw. Zeg maar, volgens mij is dit big business, man. Laat je camera eens zien. Een kabel om ons nek, wow. Zodat de camera niet wegvliegt. Kijk, maar wat voor druk staat daar? Ik weet niet, maar als de camera wegvliegt, vliegen wij mee. Dat weten we wel. Nou, ik niet. Hè. Jij moet voor jezelf even zorgen maken, maat. Heb je mij gezien? Ik vind het spannend. Kijk hoe hoog wij staan. Dit is absurd, maat. Kijk hoe ik moet vloggen nu, maat. Ja, ik vraag me ook af hoe ik nu ga vloggen. Ja, bro, dit ding zit om jouw nek. Je moet om en dichtbij. Zien, man. Wow, dit ziet er niet uit. Dit is crazy, man. Bro, het is wel een beetje koud voor mij boven. Maar dit is niet normaal hoe groot je de stad hier ziet. Ik besef me niet pas hoe groot Tokio eigenlijk is, man. Kanonnen, maat. Wauw. Jongens, ik ga niet met jullie liegen. Het is gewoon spraak. Hoe noem je dat? Ik ben gewoon mijn woorden kwijt. Adembenemend. Het is adembenemend. Haal de woorden uit je mond. Bro, zeg maar, nu besef je pas hoe groot Tokio is. Of niet, Jadmo? Waar ben jij nou? Zo, hier ben je. Ik ben hier. Je was ineens weg, joh. Maar ik was weer andere shit aan het bekijken, man. Maar het is niet normaal. Het is adembenemend, man. Niet uitleggen hoe groot het is. Nou, als jullie me nu al een beetje kennen, een beetje door de vlogs heen zijn gegaan, ook van de Japan vlogs, weet je dat ik niet zo'n guy ben van toeristenattracties. Maar toch is dit wel echt geweldig om mee te maken, man. Dan krijgen we die foto ook erbij. Zie hoe de foto turns out. Ja, ja, we buy. Ja, ja, buy. En dit kost 1800 yes. Yen. Yeah. Per picture? Zo, PP. Alright, dat is een heerlijk prijsje. Hey, ik zeg eerlijk, man, ze weten wel hoe ze die toeristen moeten leegtrekken. Zo. Er blijft niks meer over in die zakje. je kan hier dus blijkbaar foto's maken voor 1800 pp. En dan mag je echt op het hoekje daar foto's maken. Heel mooi, heel leuk. Maar het kost wel pesos. Valt het wel mee, 15 euro. Het is wel een mooi moment. Mooi, beautiful experience hoor. Nou, wij gaan toch even een toeristenkiki maken. Ik zeg jullie eerlijk jongens, ik wil ook vrienden die me zo hypen, man. Kijk hier. Kijk, ze gaan ons de beurt op de foto. Met drie, hè? Drie fotografen. Eentje maakt hem verticaal, eentje maakt hem horizontaal. Kom, snel. Oh, ik heb hem. Deze lachen. Ik ga zo. Af. Dat kan ook. Oh.
Ja, ik heb echt veel foto's. Ik maak maar gewoon, dat is gewoon. Maar ik ga jij even maken. Ik ook de vriend. Oké, we hebben onze foto's binnengekregen. Superleuk. En ja, die gaan we dus. Ja, die ga ik wel even inlijsten hoor. Die gaat wel ergens in mijn kastje terechtkomen. Superleuk. Zo, ja, waar moet ik beginnen? Ja. Je hebt echt veel te vertellen, man. Echt veel te vertellen. Ik ben gereld door deze boys, behalve mijn brada dan, dat ik niet naar een car meeting wou meegaan. Niet echt naar een car meeting wou. En toen zeiden ze, ja, we moeten naar die car meeting gaan, terwijl we niet weten of er een car meeting is, of er überhaupt leven daar is. En we moesten best wel ver rijden. Oké, goed. De jongens hebben mij overgehaald. En dan heb ik het over Nasnas en over Chatmo. En nu pakken we taxi, dus naar de car meeting toe. En ja. Oh man, ik weet niet of jullie het zien. Hij staat op 15.500 yen. Dat is? Of hij is op 110 euro. En dat alleen voor een car meeting? Bro, niet eens weten of er een car meeting bestaat. Mensen hebben dit ooit gezien in Tokyo Drift. Bro, dit is gewoon letterlijk een garage. Oh, je moet ook zeggen dat we gewoon niet meer in Tokyo zijn. Ja man. Wacht. Stel, hij brengt ons bij deze vrachtwagen. Bro, is dit die parkeerplek? Als dit hem is... Nou, als kijk je Google Maps zou je beter. Nee. Die gaat niet zeggen dat dit de parkeerplek is, toch? Nee, we hebben wel een lansom hier zo. Nou, we hebben de eerste bakje gevonden. Ja man. Oh, een auto. Zeg hesje. Gaan we hier uitstappen? Gaan we hier uitstappen? Doe maar retour. Doe maar retour, joh. Terug. Weet je zeker? Ja, met deze bakje ook? Ja, nee, wacht, laat me snel Uber kijken. Ja. Hoe well, wait a second. Ja, gaan we hem vragen? Ja, moet wel, bro. Hij moet wel weten, hè? Ja. We gaan ze een Uber checken, man. Of een Uber... Überhaupt is een Uber-com. Uber-com, anders zijn we de lul. Nee, geen ritten, we moeten terug. Bro, er staat letterlijk geen ritten beschikbaar. Nee, maar niemand komt hier, man, bro. Hoe gaan we dat communiceren met hem? Met die man? Nou, zet gewoon een nieuwe map. Nee, zet gewoon... We gaan terug laten rijden naar Tokyo. Ja. Zeg ik ze weer? Oh, het moet. Oké, dit is hier is de meeting. Ja. Maar Tiggy, ja, die parkeerplek. Dit is letterlijk die parkeerplek met vrachtwagens. En het is gewoon leeg. Het is gewoon leeg. Oké, jongens, de planning. We gaan nu weer terug. We zijn niet eens de taxi uitgegaan. Zo triest zag het eruit gewoon, bro. Vrachtwagen slapen hier gewoon. Maar weet je wat ik wel zag, jongens? Toen we hier aankwamen, zag ik heel veel politie staan. Dus ik denk dat politie dit ook, zeg maar... afgepakt heeft. Ja. Zo heel druk niet, man. Oh, hij is weer erbij. Bro, deze man heeft echt gewoon... Die kan de weekend afnemen, joh. 16.000 staat hij. Man gaat gewoon even 200 euro verdienen. Zo. Als het niet meer is. Ja, oh, meer maat, trouwens. Ik heb zo... Ja, maar waarom niet eens lachen. Dat is een ritje van ongeveer... Hoeveel was het? 200 euro? Maat, we zijn alleen maar in de taxi geweest. We hebben 200 euro betaald om naar een standplaats te gaan voor vrachtwagens. Oh, man. Oh, dit doet pijn. Ik lach met pijn. Maar goed, dat is wat het is. Soms pak je een L, soms pak je een W. En soms pak je ja, een rit van 200 euro. Die man denkt ook nog bij zichzelf, ja, ik heb er helemaal geen zin in die vloggers die in mijn auto blijven zitten om een vlog af te maken.